opgestaan om wel 4:15 ochtends. En we gaan naar Nieuwtje Jans toe. We gaan de mosselen vangen. De eerste mosselen worden nu uit het water gehaald. Het is zoveel werk voordat de mossel eindelijk op je bord ligt. We zijn nu bij Ierseke. Dan gaan ze een 2,5 kilo van de mosselen weghalen. En dan gaan ze een monster nemen, kijken hoe vies de mosselen zijn. En dan beoordelen ze de prijs erover. Dus we gaan zo aanleggen. En dan gaan ze een monster nemen. Met dat rode kraantje daar, waar we tegenaan gaan liggen, gaan ze zo een heel klein beetje van de mosselen pakken. Nu gaan ze checken, dus we moeten ergens heen lopen. Ik weet niet waar, maar dan checken ze. Oh, daar is de mosselveiling. We zijn de mosselen nu aan het checken. Daar is de emmer van ons. En dan gaan we checken of de mosselen goed zijn. Eerst wegen hoeveel er nou in zit. Oké. Okay. Straks als ze allemaal schoon zijn, dan gaan ze nog een keer wegen. Dan weten ze precies hoeveel net er is. Daar kijken ze of ze groot genoeg zijn of dat ze te klein zijn. Als ze te klein zijn, gaan ze in de onderste bak. Als ze groot genoeg zijn, gaan ze in die bak en dan gaan ze weer verder. Dit zijn de mosselen en hier worden ze gesorteerd op maat. Daar wordt het heel hard getrild en doordat ze trilt, gaan ze naar boven. Kijk, zie je daar? Daar komen ze al. Dan gaan ze op deze band en dan vallen ze hier zo in of in die draaibak. Die draaibak die sorteert ze op maat. De grote komen daar en de kleine komen hier. Want in het midden lopen die mossels en hoe groter de mossels zijn, hoe langer ze blijven zitten. En daar worden ze gemeten en geteld. Het is helemaal gemeten, het is klaar. Ze worden nog gekookt en dat doen ze om te weten hoe groot het stukje vlees is wat erin zit. De veiling heeft een goede prijs gegeven. Ik zeg niet wat het is, want dat is een beetje privacy. En nu gaan we de mosselen afleveren. Nou mensen, we zijn nu bij de plek waar we het gaan aflossen. We moeten heel even wachten op het schip voor ons. En dan gaan we een stukje naar voren en gaan we aflossen. Maar het is hier echt niet uit te houden van de mossellucht. Dus ik ga even naar binnen. We gaan er nu een paar ton uithalen voor een klant en daarna varen we ergens anders heen en halen we de rest eruit.
dumpen ze dan. En dat blijft dus een tijdje op de bodem liggen. En op een dag komt het dan weer uit het water door de boot. We zijn nu op de mosboot lekker aan het eten. We zitten allemaal aan tafel. Sommigen zijn al klaar. Iedereen is lekker mosselig. En ik eet patat. Dat was het weer. We varen zo de haven binnen. Bedankt, kapitein. Ik kan u officieel zeggen, ik ben een mosselman. Dit was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval een super grote belevenis. Hartstikke cool. En meer weet ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. Damn.